Met dit glas eruit halen heb ik toch wel een leerproces ondergaan. De eerste deed ik dat ik de sponning eruit ging zagen met de multitool. Maar later dacht ik, je kan het er ook uithakken. Dat gaat veel sneller. En toen de derde fase was, ik kort met de multizaag dwars op de sponning zag ik allemaal kleine sneetjes om de 20 centimeter. En die stukjes die hak je veel makkelijker weg. Dus ik ben van volledig multizaag tot gedeeltelijk multizaag en hakken combinatie terechtgekomen. Dat gaat sneller en wat lekkerder. Want die stopverf moet je toch schoonmaken, dus je moet toch gaan hakken. Dus als je dat in één keer doet, nou, dan scheelt je weer een extra beurt hakken. En als laatste gaan we er met de driehoekschrapper er langs. Hier staat het glas erin. Aan allebei de kanten een glaslat. Hier, deze is speciaal gemaakt voor om op de maat uit te komen. Dit zijn platte latten. En dan hier heb ik het glas haast even dik als de deur, want die is zo'n 35 mm. Dus dat heb ik hier met platte latten aan iedere kant vastgezet. Dus uitgehakt op maat. Dus die. Binnenkant ook glaslatten.